86 hadden we uit. Voor onze modellen. Nou, paard nummer 152. Als je hem zo ziet, dit paard wordt model. De presentatie van nummer 186, Hanna uit Amen. Woo!
baan in stap en zo dadelijk achter neer. Tsjalle en twee Nane. De 10 Nane-strijd is aanstaande. Gaat u er maar eens even lekker voor staan, dames en heren soldaten. Wat een prachtige climax. En daar komen ze. Wat een imponerend geheel. Krachtige bewegingen. En zo zie je maar, voor dit soort paarden is de baan nooit te groot. Wat een beweging. 220 Elsa Maaike van de Loesterhoeven. Centrale keuring. Ze komt uit stam 162. Voor... Natuurlijk met haar beleefde resulteren in 3 kampioenschappen op deze centrale keuring. Daar komt ze. Uw waardering voor deze top mee. En kijk haar eens lopen. Ze kan nog bewegen als de beste. Wat een statuur, deze modelmerrie. En ze verdient natuurlijk uw waardering nog een keer. Thank you.
oplossing voor is vanmiddag. Ik hoop dat u ook genoten heeft en ook dat er iedereen vrij was hoe ze hun merrie wilden presenteren, zowel aan de hand als aan de lange lijnen. Mooi naast elkaar. En bent u als eigenaar aanwezig van uw merrie, kom even snel in de baan. Neem plaats bij uw modelmerrie. Het is een prachtig gezicht als u toch zo'n grote groep merries naast elkaar ziet staan. De top van onze fokkerij. Met opkoppelende 210 catalogus voor van Engels. De oude Peta T 22 jaar oud. Ik geef toch even zo het woord aan de. We willen absoluut geen ongelukken. Ja, en daar gaan ze. Onze modelmerries van de fokkerij. Kijk uit jongens, nummer 210. Daar gaan we. Wat een geweldig gezicht. Geef deze medisch nog een applaus.